Dit jaar wordt Prinsjesdag niet op het Binnenhof gehouden, maar in de Grote Kerk in Den Haag. Jan-Antonie Bruin, senaatsvoorzitter. Het wordt wel een kale happening, hè? Geen bordesscène, geen gouden, nou, überhaupt geen koets. Had u niet even het idee van misschien moet het maar helemaal niet doen dit jaar? Nou, we hebben alles overwogen, maar het wordt zeker geen kale happening. Ten eerste, het moet doorgaan, want in de grondwet staat dat het plaatsvindt. Dus dat is geen optie. Oh, het moet van de grondwet. Ja, hoe dan de grondwet ook staat, er moet een Prinsjesdag plaatsvinden. Ja. Een Prinsjesdag is namelijk een verenigde vergadering eigenlijk van het hele parlement, waar het kabinet bij monden van de koning aan de volksvertegenwoordiging laat weten wat de plannen voor het komend jaar zijn. Dat is de essentie. Mm-hmm. Dus de troonrede, inhoudelijk is de essentie van Prinsjesdag. Dat kan je niet overslaan, dat kan je eventueel wel in een veel kleiner gezelschap doen, maar je wilt natuurlijk heel graag het recht wat Kamerleden hebben om erbij aanwezig te zijn, wat ook uiteindelijk in de grondwet verankerd is, respecteren. Dus dan moet je naar een ruimte toe waar de Kamerleden inpassen, plus dan een aantal leden van het kabinet natuurlijk en andere genodigden, de koning en zijn gevolg. Zit je gauw aan 270 mensen. Dat kan niet op 1,5 meter in afstand in de ridderzaal. Dus we zijn op zoek gegaan naar een andere locatie waar we wel zoveel mogelijk van het gebruikelijke ceremonieel in en rond het gebouw waar je dan terechtkomt kunnen handhaven, maar wel volstrekt binnen de veiligheidsregels waarvan we net van de heer Kluitmans gehoord hebben hoe belangrijk het is dat we aan preventie doen en gedrag. En zo zijn we bij de Grote Kerk uitgekomen. Toch wel een, ik zeg het even voor zegers, christelijke, protestant-christelijke kerk? Is het een betrouwbare kerk? De Grote Kerk wordt niet meer gebruikt als kerk. Ja? Dus de scheiding van kerk en staat wordt volledig gerespecteerd. Maar oké, okay, het is nog niet meer een actieve kerk. Er mogen ook altijd gewone burgers bij aanwezig zijn. Een klein aantal weliswaar, ik begrijp nu 10. Wie zijn de uitverkorenen? Ja, nou, we hebben ruim 700 mensen niet kunnen uitnodigen. Dat is natuurlijk een enorm drama. Normaal zijn er 1000. Nu zitten we met minder dan 300 mensen. Die Kamerleden en een aantal genodigden. Maar we hebben wel prioriteit gegeven aan een aantal mensen uit het land. Je moet je voorstellen, er zijn natuurlijk veel mensen uit het land die er graag bij willen zijn. Die staan op een wachtlijst. Die staan vaak 7 jaar op die wachtlijst. En ieder jaar nodigen we de mensen die er het langst op staan een aantal daarvan uit. Een stuk of 10, 15. Een loterij feitelijk. Nee, dat is een wachtlijst. En je gaat vanzelf ieder jaar omhoog. Okay, dat is kenmerk van een wachtlijst. En op een gegeven moment sta je bovenaan en dan is het geen loterij. Hmm. Die nodigen normaal uit. En dat hebben we echt heel belangrijk gevonden om mensen uit het land in deze democratie ook uit te nodigen bij deze verenigde vergadering van de volksvertegenwoordiging. En dat gaan we ook doen. Dus er komen 10 mensen, die ga ik zelf ook welkom heten dinsdagochtend op het Binnenhof uit het land. En dat vinden we echt belangrijk om dat in ieder geval ook prioriteit te geven naast natuurlijk de andere mensen die we genodigd hebben. Ja, en er zijn nou niet officiële kledingvoorschriften, maar het ziet natuurlijk altijd leuk uit. De hoedjesparade, gaat dat nog door of gaan de dames nu helemaal het is te feestelijk misschien? Of? Nou ja, dat is heel grappig van Prinsjesdag. Er is nog nooit een kledingvoorschrift gegeven. Want het is een verenigde vergadering van het parlement. En daar wordt nooit een kledingvoorschrift gegeven. Er is natuurlijk wel een kledinggewoonte ontstaan als onderdeel van de traditie. En daar hoort dus bij wat je dan ziet. Dat dames ook hoedjes op hebben, maar dat is nooit een voorschrift geweest. En de koning in de middenklasse ernaartoe en niet in de koets. Ja. Waarom gaat hij niet meteen op de fiets als het allemaal zo armoedig moet? Het is aan de koning zelf om te bepalen hoe die komt. De koning heeft laten weten dat hij met de auto komt. Dat is overigens niet voor het eerst. Na de oorlog kwam koningin Wilhelmina ook met de auto, omdat het toen in het land heel slecht ging. Dat vond ze passender. Dus 3 jaar lang kwam de koningin toen met de auto, totdat koningin Juliana werd ingehuldigd. En toen heeft ze de rijtour weer met de koets hersteld. Mm. En in 1974 was er ook een rit met de auto van koningin Juliana. Want wat was er in 1974 aan de hand? Links kabinet. Nee, de bezetting, dat zou misschien ook een drama zijn. Maar het was de bezetting van de Franse ambassade in Den Haag. En toen kon men dus om veiligheidsredenen niet met de koets. Oh, nou, we hoorden al wat historische feitjes voorbij vliegen. Maar we hebben ook nog Eppo aan tafel, directeur van Beeld en Geluid. En je gaat de boel even lekker ondersteunen met wat beeld. Ja. Want als we dat toch kijken, het gaat wel allemaal om het pracht en praal. En dat is al heel wat jaren zo, hè? Dat is eindeloos. Niet anders geweest. Nee, niet anders geweest. Het is natuurlijk één mooi feest van het Koningshuis en onze democratie, waarin wij op allerlei manieren dat vieren. En ik woon zelf in Den Haag, dus het is echt, wij verheugen ons daarop. Daar ligt heel Den Haag wakker van natuurlijk, als dat gaat. Dus het is natuurlijk heel jammer dat het nu niet zo is. Maar gelukkig, als directeur van een archief dat uitpelt van allerlei prachtige beelden hierom. Want dat is het mooie. Ieder jaar is wel een beetje hetzelfde, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat het al. En dus we kunnen gewoon een oude band opzetten. Niemand dat zou je bijna kunnen doen, gelijktijdig. Maar dat is wel heel leuk. Dus wat ik heb meegenomen om een beetje in de sfeer te komen uit 1936. Met een prachtige stem. Gewoon even de komst van de koets naar de ridderzaal toe. In Den Haag heeft ieder jaar de opening der Staten-Generaal plaats. Thank you.
Deze ceremonie wordt gepresideerd door Haar Majesteit de Koningin, in tegenwoordigheid van Haar Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana. En het volk zingt enthousiast het Nederlandse volk. Het is natuurlijk prachtig. Kort knikje van Wilhelmina bij het vaandel. Ze heeft de troonrede aan de hand. Volgens mij neemt koning Alexander neemt hem mee, krijgt hem aangereikt. Maar dat moeten we... Ja, want daar is natuurlijk wel een registratie. Hè? Gewoon weer, wel een van de weinige dingen die er is veranderd in de afgelopen jaren. Nee, er zijn wel wat dingetjes veranderd. En het is ook zo, okay, het is wat zegt er. Iedereen denkt dan hetzelfde. Overigens, Prinsjesdag is nu op in september. Maar dat was ooit in november. Is opgeschoven naar oktober. En uiteindelijk naar september. Maar waarom? Vanwege het weer? Of? Nee, gewoon de stukken waren zoveel. Men moest zich goed kunnen voorbereiden. Ja. Want anders was het regeringsjaar, zeg maar, het jaar van het parlement tekort. En het is gegaan, hè, waarom is het nou op die dinsdag? Heel simpel. De rustdag zondag mocht niet. Hè, daar kon niet gereisd worden. Maandag haalden ze de heren, want dat was toen nog zo. Het niet vanuit het verre land. Dus dat is geplaatst naar dinsdag. Zo simpel is het soms. En dus er is heel veel aan veranderd. Alleen wij weten dat niet. Ja. 1912 heb je zelfs ook nog beelden. Mooiste, dat was heel lang geleden. Oudste beeld dat we hebben enorm moeten graven, maar we hebben het. En het is wel heel bijzonder, want daar zien we prins Hendrik nog. En kijk hier, iedereen ook weer, hè, de rijtour. Het is eigenlijk allemaal hetzelfde. We staan klaar hier, en weer vanaf Noordeinde. Toen nog de korte route, dat was minder dan een kilometer. Ze waren eigenlijk rap naar met de koets. En ook weer de gouden koets daar klaar. En het mooie was, dit jaar 1912, het jaar daarvoor was ze niet gegaan. Dat had te maken met de kamervoorzitter van Bieland. En zij zei, ik ga je zoeken. Kijk, ze loopt naar binnen met prins Hendrik. Is ook heel bijzonder. Prins Gemaal, groetend. En ondertussen overigens, een paar kilometer verder... werd er gestreden voor het algemeen kiesrecht nog in dat jaar. Dat is echt uniek dit. Maar wel een paar op veilig afstand wel. Nee, zeer meer dan anderhalve meter. Ja. Maar in die tijd mocht het niet meer stemmen. Maar zij ging dat jaar niet. Wat mooi om te weten. Ja. 1911 heeft zij die troonrede niet gedaan. En dat was omdat ze eigenlijk die kamervoorzitter... Ja, die vond ze niet heel erg sterk. Ja, dat kan gebeuren. He, dus ze verzond een andere reden. 1912, en dat is natuurlijk wel leuk. Er zat een fantastische kamervoorzitter. Hoe heette die van zijn achternaam? Van Nispen. Van Nispen tot Zevenaar, ja zeker. Oh, Jonker. Daarom blijft hij dit zien. Ja, zeker. Familie. Een grote familie. Ja. En vlak voor de oorlog, vanaf toen, kregen we dus voor het eerst een beeld ook vanuit de ridderzaal. Hè? Nou, wat gebeurd was, dat de radio deed verslag. Het Koninkhuis wilde eigenlijk niet dat er echt geluid kwam. Hè, dat de majesteiten niet te horen waren. Dus de radio deed al zijn best. Uiteindelijk, wat ik nu laat zien, is in allerlei manieren bijzonder. 1939, jaar verder. Kijk, daar komt. Want daar is de oude. Ja, het zijn mensen, de Wilhelmina. Maar in de koets zit, die moet 18 jaar ouder zijn... maar zit ook Bernard, de verloofde van Juliana, aan boord. Kijk, ze stap je uit, knik je weer naar het vaandel... en daar komt Wilhelmina en Bernard. Kijk, en daar lopen ze naar binnen. Dat is natuurlijk... ...der Staten-Generaal. Onder sombere omstandigheden kom ik heden in uw midden. Andermaal wordt ons werelddeel geteisterd... door de verschrikkingen van een oorlog. Dezelfde troon, hè? En gebeden dat God mijn volk zegenen, verklaar ik de gewone zitting der Staten-Generaal geopend. De vraag is natuurlijk, hoe is dat dan weer ontstaan, dat hoera, hoera, hoera? 1879, Donner, Kamerlid. Koningin Wilhelmina was eigenlijk nog, zeg maar, geen... Hè, die was nog te jong. Dus die had Emma bij zich, de regentes. Samen doen ze bij wijze van spreken de troonrede. Dat vond die Donner zo mooi. Die staat op, lever de koninginnen! En spontaan roept alle anderen iedereen... hoera, hoera, hoera. En vragen we even aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering... gaan we dus nu niet meemaken. Nee. En zelfs dat lever de koningin mag u niet zeggen. Nee, we gaan zelfs die hele rijtour niet meemaken. En de burgemeester van Den Haag heeft opgeroepen ook niet naar Den Haag te komen. Want u zegt, ik verheug me erop, maar er is dus niets te zien. Dus blijf thuis. En ook dat hoera, hoera, hoera kan dus helaas niet. Want dat levert een spreekkoor op. Nou, we hebben net van meneer gehoord... dat je dat dus niet moet doen. Preventie, hou je aan de regels. Eén zo'n spreekwoordje voor de traditie. Maar wat gaan jullie dan doen? Gewoon een soort applaus? Of wel? Ja, er zijn natuurlijk verschillende oplossingen voor. Maar bij Prinsjesdag horen ook verrassingen, zoals u weet. Dus dit wordt een van de verrassingen. U zult dinsdag zien voor welke oplossingen we kiezen. We denken daar nog over na. Maar het spreekkoor zal in ieder geval niet doorgaan. Wat ik me dan afvraag, Angela, want dit is toch al die jaren dan hetzelfde. Wijd jij hier ook wel eens een column aan?
Ik moet even goed nadenken. Aan de messcherpe registratie op televisie. Nee, en dit jaar misschien dan toch, omdat het dit jaar anders dan anders is? Nou, ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Dat zou kunnen, maar ja, weet je, er is vaak zoveel aandacht voor. Nee, maar er is zoveel aandacht voor al die plannen en die dingen. En dan kan ik alleen nog maar over de hoedjes schrijven. Of hoe Willem. Maar goed, als Willem-Alexander straks valt en de regie doet iets geks, dan zou het zomaar kunnen. Ik heb nog een voorstel gedaan voor een echte verandering. Want we zouden sowieso uit de ridderzaal gaan. En ik heb de voorzitter van de Senaat daar nog eens een keer over opgebeld. En het is allemaal niks geworden. Oh. Maar het leek mij mooi dat als wij nou niet in die ridderzaal terecht konden om dan het land in te gaan. Het staat nergens in de grondwet dat we niet naar Middelburg mogen of naar Leeuwarden of naar Groningen. Dus het leek me mooi om die 5 jaar dat we niet in die ridderzaal mochten. Ja. Om het land in te gaan. En nu dacht ik, opper hem nog maar een keertje. Misschien lukt het nu er meer mensen. Nou, ik heb hem opgeweld. Hij heeft mij beleefd aangehoord. En het is ook een beetje een zoethoudertje voor de nou, zeeuwen. Kijk, we blijven, er zijn al zoveel dingen die niet kunnen. En zoveel veranderingen. Bijvoorbeeld deze mondkapje. Ja, eigen mondkapjes, hè? Dat we wel zo dicht mogelijk bij de traditie blijven en bij het ceremonieel wat er altijd geweest is. En dus ook bij de plaats. Hè, er is niet een reden om nog meer te veranderen wat al 200 jaar zo gaat. Dan wat er afgehandeld wordt. Ja, er zijn veel dingen mooi. Die tronen die je daar ziet staan, die gaan trouwens mee. Dus dat houden we ook zo. En de mondkapjes zijn voor de leden die met de bus, met busjes van het Binnenhof naar de kerk gaan. En zoals alle Nederlanders moet je, als je in de bus gaat, moet je een mondkapje op. Dus in de busjes gaan de mondkapjes op. In de zaal zitten we op 1,5 meter afstand. En dan gaan ze weer af. Helemaal keurig. Wat ook blijft zijn de hoedjes, Eppo. Je moet toch, we gaan hier nu weer wat leuks over. Godeste dank, natuurlijk. Want die hoedjes, dat is er ingekomen. Dat wordt altijd toegedicht aan mevrouw Terpstra. Overigens, die hoeden waren er altijd al. Hè. Dames dragen gewoon een keurige hoed. Dat zul je ook zien. Dat zie je ook wel in de beelden. Maar die hoedjes hebben natuurlijk toch een hele rare loop gekregen. Vanaf het moment dat Erika Terpstra inderdaad een wat ander soort hoedje opzette. En Prinsjesdag is de allermooiste dag van het hele parlementaire jaar. Het moet feestelijk zijn en iedereen die trekt dan ook zijn zondagse kleren aan, bij wijze van spreken. De majesteit draagt een hoed, dan draag ik ook een hoed. En voor lieve leden is dat een traditie geworden. Ik heb al heel lang, zijn mijn hoeden gemaakt door Edgar Vos. En meestal pakte het heel goed uit, maar ik heb 1 keer gehad, toen had hij een hoed en die vond ik zo leuk. Ik vond het een prachtige vorm. Maar uiteindelijk is dat de wereld ingegaan als de nationale Teletubbyhoed. Mooi, hè? Zo ontstaat een traditie uit het niets. Nee, prachtig. Je had natuurlijk Christopher Vels met die autobandenhoed. Uiteindelijk is het natuurlijk, zeker, dat is het mooie. Dus ik ben ook heel benieuwd wat u gaat inbrengen in plaats van de hoera hoera. Misschien is vanaf dat moment dat... Een ander steuntje. Het is natuurlijk heel spannend. Je bent wel bijna een kinderlijke koningsgezinde man. Hè? Dat is natuurlijk die hele Nederlandse adel, maar goed. Ik wil alles zeggen, maar je kunt alles zeggen. Nee, maar dat is wel mooi om dat te zeggen. Want je kunt alles vinden van dat koningshuis. Het is een staatsrechtelijk onderdeel van ons ding. En daar kun je maar beter blij mee zijn. Is het, hè? En het is ook prachtig, man. Het is werkelijk wat er te zien en te horen is. En als je dan op één zo'n dag, wat eigenlijk toch een ogenschijnlijk verhaal is, wat iemand moet vertellen, inmiddels geschreven door de minister-president, die het overigens trouwens vroeger voorzitter heette, die mag dat nu. Ja, dan is dat toch een heel mooi moment. Echt een mooi moment. En die kerk is ook een schitterende kerk. Ja. Dat is natuurlijk doodzonde dat we weg moeten uit de ridderzaal. Maar nu we toch naar de kerk gaan. We hebben in ieder geval allemaal mensen aan tafel die heel erg graag genieten dinsdag. Hoe het er ook uitziet. Dus dat is fijn. En misschien ontstaan er wel nieuwe tradities. Ook weer leuk. Dank jullie wel. Veel plezier. We gaan het hebben over het nieuwe televisieseizoen. Want het is pas 2 weken onderweg. En vandaag kwam er al groot televisienieuws naar buiten. Paul de Leeuw gaat...